Hey, welkom bij een nieuwe tutorial. Ik heb al heel vaak de vraag gekregen hoe je je make-up kan doen in de zomer en toch tegelijkertijd je gezicht kan beschermen tegen de zon. Ik heb daar een oplossing voor en dat ga ik vandaag tonen. Het is een heel naturele make-up look, maar eigenlijk bijna alles wat ik gebruik bevat SPF en dus bescherming tegen zonnestralen. Ik heb mijn dagcrème al op. Sommige dagcrèmes bevatten ook al SPF, dus dat is ook al handig. Maar ik ga daarboven toch nog een zonnespray gebruiken. Een spray van factor 50, dus die beschermt echt heel goed. Als je een bleke huid hebt zoals ik, dan is 50 geen overbodige luxe. 30 is ook al goed, maar hoe meer, hoe beter. Een spray is heel licht van textuur en niet zo rijk als een crème, dus ideaal om onder je make-up te gebruiken. Ik ga even een gekke manier gebruiken om dat aan te brengen, maar mijn ogen zijn nogal gevoelig en vettere texturen op mijn wimpers en mijn oogleden komt niet goed. Dus ik ga daar watjes op leggen voordat ik deze spray op mijn gezicht spuit. Voilà. Nu is mijn gelaat beschermd, maar de huid rond mijn ogen natuurlijk nog niet. Dus ik ga nog een heel klein beetje van die spray op mijn vingertoppen aanbrengen. En dan ga ik die voorzichtig op die huid deppen, want die is heel dun. En het is ook wel echt belangrijk om dat niet te vergeten, om daar ook zonnecrème op aan te brengen. Want dat is een heel kwetsbaar stukje van je gezicht. Voilà, dat was nu mijn beschermende basis en nu ga ik verder met de teint. Er bestaan heel veel foundations, zowel vloeibaar als poeder, die SPF bevatten. Dus daar heb je echt heel veel keuze in. Waarschijnlijk je favoriete merk heeft sowieso een foundation met SPF. Dus er is geen enkele reden om voor een product te kiezen dat geen SPF bevat in plaats van wel SPF. Ik ga deze gebruiken, dat is de Powder Me van Jane Iredale. Normaal gezien ben ik niet zo'n super fan van poeder, omdat mijn huid nogal droog is. Dus ik heb liever vloeibare texturen. Maar deze is een heel fijn poeder en je ziet dat echt niet liggen op de huid. En het is handig met dat sponsje, kan je dat zo gewoon rechtstreeks op de huid tappen. En dat is echt een poeder zonnebescherming eigenlijk. En dat is een mineraalpoeder, dus dat is ook helemaal niet schadelijk voor de huid. Ik ga dat een klein beetje in mijn hals aanbrengen ook, om zeker te zijn dat dat mooi overloopt. En dan ga ik dat nog eventjes over met een dikke kwast, om te zorgen dat dat poeder goed verdeeld is. Het voordeel van een poeder bovenop een zonnecrème is natuurlijk ook dat dat een klein beetje mattifieert en dat je dus niet zo'n glanzend effect krijgt of dat je huid niet gaat glimmen doorheen de dag. De ogen ga ik heel basic houden vandaag, want het is waarschijnlijk een dag waarop je veel tijd in de zon gaat doorbrengen of dat het gewoon een beetje warm is. Dus een zware oogmake-up is dan niet echt aangewezen. Ik ga gewoon een klein beetje bronzer gebruiken. Die bevat nog geen SPF, maar dat is nu niet zo erg. En ik ga daarmee gewoon een beetje schaduw creëren in de vouw van mijn oog om de vorm een klein beetje te accentueren. Ik hou normaal zelf niet zo heel erg van waterproof mascara's, maar in de zomer zou ik dat toch aanraden. Zeker als je zonnecrème draagt van de ochtend en als je in de loop van de dag ook nog bij aanbrengt, kan het wel eens zijn dat anders je mascara zo wat vlekjes gaat maken rondom je ogen. Deze waterproof is momenteel echt mijn favoriet. Dat is de Total Temptation van Maybelline. Die geeft een heel dun, naturel laagje aan je wimpers en je kunt hem gemakkelijk terug afwassen. Dus dat is heel belangrijk voor een waterproof. Voilà, dat is het eigenlijk voor de make-up. Het is echt een heel minimale, naturele look. Maar alles wat ik heb gebruikt beschermt mijn huid wel tegen de zon. Natuurlijk, als je 's morgens SPF aanbrengt, dan kan het zijn dat dat tegen de middag wel min of meer is uitgewerkt. Dus het is heel belangrijk als je meer dan een paar uur in de zon doorbrengt, dat je doorheen de dag na een tweetal uurtjes opnieuw bescherming aanbrengt. Als je dat bovenop je make-up wilt doen, kan dat natuurlijk een beetje fout aflopen als je dat met een dikke lotion doet, want dan gaat alles door elkaar gesmeerd worden. En dan is het handig om ofwel die spray die je 's ochtends hebt gebruikt, of een andere, die is nog ietsje lichter van textuur, dat is het UV Water van Ambre Solaire. En dat is toch een factor 30, dus dat is een heel fijne textuur. Je kunt die gewoon bovenop je make-up op je gelaat aanbrengen en toch beschermt die heel goed. Zo, ik hoop dat deze tips jullie hebben geholpen om dus hun make-up te doen in de zomer en toch beschermd te zijn tegen de zon. Heel veel succes ermee, geniet van de vakantie en tot de volgende. Salut!